Goedemiddag, u kijkt naar het weerjournaal van weerplaza.nl. Boven de Oostzee en de Noordzee zien we heel veel stapelwolkjes, maar ook boven Nederland komen er een aantal voor. In de koude lucht is het toch nog een beetje vocht aanwezig, en de hoeveelheid vocht is net genoeg om door de warme zonnes nog een aantal stapelwolken en lichte sneeuwbuitjes te laten ontstaan. De Noordzee en de Oostzee zijn een stuk warmer en daar zien we heel veel wolken en daar ook heel veel sneeuwbuitjes. En dat hebben we allemaal te danken aan het zogeheten Oostzee- en Noordzee-effect. In Engeland zelfs zijn er al plaatsen waar veel, vele tientallen centimeter sneeuw zijn gevallen, omdat vele buitjes over een en dezelfde locatie trekken. In de modelverwachting is dat ook goed te zien. De stapel, kleine stapelwolkjes boven land worden eigenlijk amper uitgerekend, omdat ze zo klein zijn. Maar boven de Noordzee zien we ze steeds meer terugkomen in de modelberekeningen, ook in de verwachting. En ook boven de Oostzee zien we veelvuldig sneeuwbuien terugkeren. Daar dus in Zuid-Zweden en Denemarken, maar ook in de oostelijke helft van Engeland veel sneeuw. Ten zuiden van ons zien we al bijbehorend van een lage drukgebied een warmtefront. En dat warmtefront dat zorgt uiteindelijk vrijdag voor het langzaam binnenkomen van de wat mildere lucht. Die trekt geleidelijk aan naar het noorden en in de avond krijgt uiteindelijk de zuidelijke helft van het land met wat sneeuwval te maken. De intensiteiten zijn niet heel hoog, maar toch kan het op de meeste plaatsen behoorlijk wit worden. Eerst even terug naar vanochtend, want vanochtend was het erg koud op de meeste plaatsen: matige vorst en op sommige plaatsen zelfs strenge vorst. De laagste temperatuur was gemeten in Woensdrecht en daar min 10,5 graad. En dat is zeer koud voor de tijd van het jaar. Maar nog meer bijzonder vind ik de maximum temperatuur. In het zuiden van het land is de temperatuur eerder vanmiddag al opgelopen naar min 2 graden. Maar kijk eens naar de waarden in het oosten en noorden van het land. Daar staan de maximum temperaturen van vandaag. Maar in de middag was het op de wadden boven de sneeuw en in de harde oostenwind min 7 graden. En ook in de achterhoek kwam de temperatuur eigenlijk niet meer boven de min 7 graden uit. Normaal voor deze tijd, eventjes voor het beeld, is een maximumtemperatuur van 7 graden boven 0. Het is dus 14 graden te koud voor de tijd van het jaar en dat is toch wel zeer bijzonder. Daarbij ook een matige tot harde oostenwind zelfs boven de Wadden. Boven land meestal matig tot krachtige windkracht 4 tot 6 en dat levert hele lage gevoelstemperaturen op. Een temperatuur van ongeveer min 7 graden bij een krachtige wind levert een gevoelstemperatuur op van min 14 tot min 18 graden. En dat zijn de waarden waarbij je dus onbeschermd buiten toch na een uur al bevriezingsverschijnselen kunt krijgen. En die gevoelstemperaturen die worden de komende nacht nog veel lager. In het oosten dan kan het weer streng gaan vriezen. Min 10 graden. En op de andere plaatsen vriest het ook matig. Maar dan ook flink matig met minima tussen de min 6 en de min 9 graden. Daarbij blijft er de hele nacht een flinke wind doorstaan. Windkracht 5 meestal. Soms windkracht 6 uit het oosten. En als we dan even teruggaan naar het tabelletje. Dan zien we dat het gevoelstemperaturen oplevert van misschien wel beneden de min 20 graden. Morgenochtend dus de laagste gevoelstemperaturen, dan ook de laagste temperaturen. Morgen in de loop van de dag lopen de temperaturen wat op. In het zuiden alweer rond of iets boven het vriespunt, in het noorden nog ruimer onder. Overdag veel wind, vrij krachtig tot over de wadden, harde wind, windkracht 5 tot 7, met daarbij temperaturen iets onder het vriespunt dus op de meeste plaatsen. En gevoelstemperaturen beneden de min 10 graden. Dus het is echt een flink koude dag. Maar en door de droge lucht ook nog eens snijdend koud. De komende dagen wordt het dan geleidelijk aan minder koud. Vrijdag vanuit het zuiden, dus de bewolking die toeneemt, en later in het zuiden, dus ook wat sneeuw. De temperaturen, het min 2 graden in het noorden, maar alweer 2 graden in het zuiden van het land als de milde lucht binnenkomt. En zaterdag wint die milde luchtterrein, neemt ook de oostenwind verder in kracht af en zitten we alweer overal, boven het vriespunt met 1, tot in Zuid-Limburg zelfs 6 graden. In de nacht naar zondag kan het dan nog wel op veel plaatsen licht gaan vriezen. Op sommige plekken misschien zelfs wel even matig als het opklaart. En overdag alweer ruim boven 0, 4 tot 9. Misschien lokaal zelfs alweer 10 graden. En dat gebeurt als de wind flink naar het, goed naar het zuiden weet te draaien. Dat is ook goed te zien in de pluimverwachting. Vanaf zondag, dus flink oplopende temperaturen, en in de nachten eigenlijk al amper meer sprake van vorst. De kans op vorst blijft uiteraard wel aanwezig in een enkele opklaring. Maar de temperaturen overdag die gaan eerder richting de 10 graden dan de 5 graden. En dat blijft ook op de middellange termijn en de lange termijn ook zo. En het eind zie je wel weer vrij grote verschillen tussen dag en nacht ontstaan. Dat is wel heel typisch voor maart, het voorjaar. De koude lucht zit nog altijd in de buurt, maar de zon is alweer sterk genoeg om het overdag goed te laten opwarmen. Dus echt typisch maatsweer, weer, misschien maart weer misschien op de lange termijn. Mijn naam is Wilfred Janssen voor weerplaza.nl.